Wat zijn de trends voor de komende periode? Nou, ik neem jullie mee naar een kijkje achter de schermen, wat jullie denk ik niet zo vaak meekrijgen. Wat hebben we namelijk gedaan? We hebben moodboards gemaakt en we hebben gekeken naar de trends die komen gaan. Nou, dan zie je hier de verschillende kleurtjes, verschillende ideeën. Maar uiteindelijk wordt het teruggebracht naar een klein moodboardje. Wat zien we namelijk in de blondtinten? De honingblondtinten, het zachte goudtint, dat komt namelijk terug. Ik wil niet zeggen dat de koele tinten helemaal verdwijnen, want je moet kijken naar de huidskleur. Maar het gouden tinten, de goudtinten komen terug. Mooi in het lange haar, mooi gelaagd, wel een volle onderkant met een foliage. Dat wil zeggen folies met een combinatie met een balayage erin. Dat gaan we de komende periode zien. En het is weer een vervolg op de balayage. Nou, dan mogen we de kopertinten niet vergeten. Dat is dan weer die tegenhanger van die blondtinten. Mooie zachte koperkleur, wel met wat zomerse highlights erin. Daarmee de langere lengtes in de nek, mullet. Nou, het is wel een hele sterke mullet, maar we maken hem wel wat consumentvriendelijker. Wat lengte in de nek, een kortere voorpartij. Dat gaan jullie ook terugzien in de trendcollectie. En dan hebben we hier de seringenkleur. De pasteltje tintjes, die zien we ook wel weer heel mooi terugkomen. Net weer even iets anders als het violette en het roze. Echt een hele mooie seringenkleur. En de bob, jongens, die blijft gewoon altijd. Deze keer is het wel wat meer een choppy bob. Dat er iets meer gelaagdheid in zit en dat hij wat speelser is. Maar een bob blijf je altijd in allerlei variaties zien. Nou, dan hebben we hier al het vaktechnische tekeningen. Ik ga het allemaal niet met jullie doornemen. Maar dan wordt alles bedacht met het knippen en het kleuren. En daar wordt dan weer een e-learning traject aangehangen. Maar diegene die ik voor jullie vandaag ga laten zien, die ik wat meer uitlicht, is het namelijk het lange haar. Hier hebben we het knipmodel. We gaan werken met lopende gidslijnen of reizende gidslijnen, vaste gidslijnen, projecteren naar denkbeeldige gidslijnen. Maar daar ga ik zo dadelijk allemaal veel dieper op in. Ook de kleurtechniek van het lang haar ga ik behandelen. Dus ik zou zeggen, laat je heerlijk inspireren en kijk lekker mee. Hier zien jullie alvast het eindresultaat waar ik naartoe ga werken. Nou, wat ik net al aangaf, de foliage gaan we zien. Wat wil dat zeggen? Hele fijne folietjes tot aan de aanzet, maar toch de balayage in de lengtepunten. Nou, het knipmodel wat ik heb gedaan is gewoon een mooie volle onderkant in de langere lengtes. Daarin gelaagdheid gemaakt, want dan krijgt het haar meer beweging en de kleur komt beter tot je recht. En aan de voorkant hebben we een beetje wat langere voorpartij die mooi in die curtain bang valt. Nou, qua kleur, hier zien jullie het. Heel mooi die zacht gouden tint die erin zit. Daar ga ik zo dadelijk wat meer over vertellen. De fijnere highlightjes en de balayage in de lengtepunten. Nou, ik begin eerst met het knipmodel. Ik zet deze voor jullie alvast opzij. Dit is ook de doll head waar ik op begonnen ben. Dus dan kan je zien wat de donkere kleur was zoals ik begonnen ben en wat voor eindresultaat dat je verkrijgt na de knip- en kleurtechniek. Nou, ik heb voor jullie de afdeling er al ingemaakt. Heel eerlijk, als ik haar ga knippen bij mij in de salon, maak ik heel snel die afdeling erin, want dan heb je je knipmodel er veel sneller in zitten. Wat heb ik gedaan? Ik ben begonnen boven op het hoofd met de middenscheiding. Ik ben naar het hoogste punt van het hoofd gegaan. Daar heb ik een scheiding tot net achter het oor getrokken en aan de andere kant exact hetzelfde. Nou, als ik hem dan ga omdraaien, en deze afdeling is heel belangrijk, dan zit ik zo'n 2 à 3 centimeter boven het achterhoofdbeentje. Zo dadelijk wanneer ik ga knippen, dan wordt duidelijk waarom. En dan hier op het kruingedeelte, dat is het laatste vlak wat ik vast ga zetten. Nou, vanuit deze afdeling kan ik gaan knippen. En dan kan ik jullie zeggen, het knipmodelletje zit er echt heel snel in. Waar beginnen we mee? We beginnen met de onderlengte. Nou, ik zet mijn doll head zet ik nu heel hoog. Ik zal hem ook draaien, dat jullie goed kunnen zien hoe dat ik het knip. In de salon, wanneer ik de onderlengte ga knippen, ga ik zelf op een krukje zitten. De stoel die gaat omhoog, dat ik goed op ooghoogte aan het werk ben. Zodat ik precies kan zien wat de lijn is die ik ga knippen. Nou, dan vanuit hier ga ik met de kamcontrole techniek ga ik eerst de lengte bepalen. Nou, dat doe je samen met je klant, dat je in overleg gaat vragen van nou, welke onderlengte wil je mooi hebben? Of je geeft het advies wat het mooiste staat. Dan kam je het haar naar beneden. En deze passé
kan ik in één keer knippen. Stel je voor dat je klant nu heel dik haar heeft. Nou ja, dan zou je hem nog in tweeën kunnen verdelen. Maar bij 9 van de 10 klanten met lang haar hebben ze veel haar aan de aanzet. Nagelang dat je naar beneden gaat, net zoals op deze dolhead, zijn de lengtepunten, die zijn dunner. Nou, het hoofd van de klant, of nu van mijn dolhead, is rechtop. Heel veel van jullie knippen het naar beneden. Maar dan spannen de spieren aan, de kruinen die worden sterker. Ik zeg altijd, knip gewoon een rechte lijn met het hoofd rechtop. En wanneer het klaar is, laat je de klant even naar beneden kijken. Zodat je dan de lijn mooi recht kan maken. Dan vanuit hier gaat mijn kam, die gaat erin. Nou, wanneer ik dan in de nekpartij ben aangekomen en daar waar geen haar meer groeit, dan gaat mijn schaar eronder tegen het haar aan, onder mijn kammetje. Want op die manier kan ik het naar beneden transporteren. Dan kies je je bepaalde lengte. Nou, ik kies nu deze lengte en dan kan ik heel mooi een rechte lijn in één keer afknippen. Nou, ik wil dat hij mooi rond met het hoofd meeloopt. Dus ik doe een stapje opzij, want als ik erachter blijf staan, dan prooi ik het haar ernaartoe en dan wordt hij naar de voorkant langer. Dat wil ik niet. Daar waar ik sta, daar knip ik ook om die ronde lijn erin te krijgen. Nou, mijn kammetje gaat er weer in, schaar eronder en erachter. En ik ga naar mijn gidslijn toe en ik sluit hem daar mooi op aan. Nu kan ik ook precies zien dat mijn kam mooi recht is. Nou, ik draai nu de dolhead, zodat ik het allemaal goed in beeld kan brengen voor jullie. Ik sta er weer voor met mijn lichaam. En vervolgens doe ik exact hetzelfde. Daar sluit ik hem mooi op aan, op mijn gids. Mijn kammetje is recht. En ik heb mijn onderste lijn heb ik te pakken. Vanuit daar ga ik naar het kruingedeelte. Daar wil ik een gelaagdheid in maken. Waarom is nu mijn afdeling hoger dan het achterhoofdbeentje, zodat ik meer haar heb hier bij mijn onderste lijn, zodat die mooi vol blijft. Kijk, want je hebt vaak met lage knippen dat die onderkant dun wordt en dat willen de klanten niet graag. Dus nu heb ik gewoon een goede hoeveelheid en dan vanuit deze lengte ga ik mijn laag aanpassen. Dus dan weet ik dat de onderkant gewoon mooi vol blijft. Nou, dan laat ik hem weer naar beneden zakken. Zo, dat ik er zo dadelijk goed bij kan. Dan haal ik het kruingedeelte los. Het voorste gedeelte blijft nog mooi vastzitten. En dan begin ik in het midden. Dus ik maak een gidslijntje in het midden. Op deze manier. De andere gedeeltes, die kam ik eventjes netjes weg. En zo, dat ik gewoon een mooi schoon vlak heb waar ik in kan werken. Dus ik zal hem even draaien. Zo, kijk. Dus dan heb ik hier in het midden mijn PC waar ik mee ga werken. Nou, dan is het aan jezelf en aan de klant hoe dat je de gelaagdheid wil hebben. Stel je voor, je klant heeft nu heel dun haar. Dan projecteer ik mijn lijn wat meer omhoog, zodat mijn lengte hier langer blijft, zodat ik nog meer haar aan de overkant overhoud. Daardoor krijg je wel wat minder gelaagdheid aan de achterkant. Maar wat ik nu doe, ik splits hem eventjes in tweeën. Ik neem net van die lijn die ik naar beneden heb geprojecteerd, die projecteer ik omhoog en dat wordt mijn gidslijn. En dan ga ik het in de hoek van 45 graden ga ik het afknippen. Dus ik heb mijn gidsje hier in mijn vinger, daar sluit ik hem op aan. Ik haal niks meer daarvan de lengte af, want dan weet ik zeker dat hij mooi onderin vol blijft. Dan knip ik van laag naar hoog. Dat vind ik gewoon fijner voor mijn lichaamshouding in plaats van hoog naar laag. Nou, dan sluit ik hem mooi aan met een inkniptechniek. Dus ik zoek mijn gidsje, zoek ik op. Daar is hij. Daar sluit ik hem op aan. Dus het is belangrijk bij deze kniplijn dat je aan de onderkant begint met knippen, omdat je je gelaagdheid daarop aanpast. Nou, dan vervolgens blijf ik het projecteren naar mijn denkbeeldige gidslijn. Mijn vingers zijn in de hoek van 45 graden en ik sluit hem daar mooi op aan. Nou, dan gaan we werken met een reizende gidslijn. Dus dat wil zeggen dat ik elke keer mijn gidslijn meeneem tot daar het punt achter het oor. Dan krijg ik aan de achterzijde een mooie ronde meelopende laag krijg ik in het haar. Dus ik pak een stukje van mijn gidslijn, van mijn vorige kniplijn, neem ik mee. Neem niet te dikke passés op.
Ik projecteer de passé die ik aan het knippen ben loodrecht uit de hoofdhuid. Dus dan weet ik ook dat ik met de ronding meeloop. En ik sluit hem mooi aan op mijn vorige gidslijn die ik meeneem. Want ik gaf al aan, we werken met een reizende gidslijn. Als ik die dan geknipt heb, ga ik weer naar de volgende. Dunne passeetjes nemen, want wanneer je met te dikke passees werkt. Kijk, dat kan je ook zien. Ik neem mijn passé, neem ik hier. Dan van mijn vorige passé neem ik gewoon net een stukje mee. Die projecteer ik weer loodrecht uit de hoofdhuid. Dus ik kam de passé een beetje van me af, want ik wil precies daar waar ik aan het knippen ben, het haar loodrecht uit de hoofdhuid hebben. Ik zie mijn gids, ik sluit hem weer mooi aan. En zo ga ik mooi met de ronding ga ik mee. Nou, ik werk nu met een fijne inkniptechniek. Ik zal later op het eind zal ik de laagjes nog wel eventjes iets vloeiender maken, dat alles mooi in elkaar overloopt. Volgende passé. Ik doe exact hetzelfde. Ik neem een stukje mee van mijn vorige. Kijk, dan heb ik gewoon een heel mooi clean gebied waar ik in werk. En door mijn afdelingen zit de kniplijn er echt serieus zo in. Nou, ik heb het haar al gewassen. Ik zie nog wel eens gebeuren in de salon dat ze lang haar droog knippen. Soms doe ik het, maar ik ben er toch 9 van de 10 keer geen voorstander van. Ik vind het toch altijd mooier en duidelijker werken wanneer het haar goed geconditioneerd is, goed gewassen is en ook niet nat gespoten. Want als ik namelijk een klant in de salon heb en ik ga het haar nat spuiten, ik zal even draaien dat ik het goed in beeld breng, dan heb je dus dat de ene plek natter is en de andere is wat droger. Dan gaat het knopen. Elke passé ben je dan aan het trekken en aan het doen. Dus dan zeg ik altijd, kom mevrouw, even naar de wastafel, even uw haar wassen. En dan zorgen dat elke passé, of nou ja, dat het haar helemaal geconditioneerd is. En dat we dan heel makkelijk het haar door kunnen kammen en mooi exact precies kunnen knippen. Nou, nu heb ik één kant gedaan en ik herhaal mijn techniek exact hetzelfde aan de andere kant. Dus ik pak weer een passeetje. Ik zorg ervoor dat die loodrecht uit de hoofdhuid komt. En ik blijf wel van beneden naar boven knippen. Want dat vind ik gewoon echt het fijnste voor mijn lichaamshouding. Nou, dan is het ook nog de manier van inknippen. Ik hou dus mijn schaar, mijn pols is gebogen. En dan kan ik heel makkelijk met allebei mijn armen redelijk laag kan ik goed knippen. Sommigen van jullie die knippen zo in. Ik hoop dat ik het goed in beeld kan krijgen. Maar dan zie je al dat het veel heftiger is voor mijn lichaamshouding dan wanneer ik mijn arm laag hou en mijn pols draai. Wat je ook nog zou kunnen doen, dat doen sommige kappers ook. Die nemen de passé op, die laten hem vallen en die knippen hem wel. Is ook een manier, beste voor je lichaamshouding. Maar ik zelf hou altijd wel graag de spanning op mijn passé. Dus, passeetje voor passeetje. Ik werk een beetje zo in zo'n pivot point systeem. Dat ik echt zo van die taartpuntjes neem en zo ga ik mooi met de ronding van het hoofd mee. Pak mijn gidslijntje er weer bij. Zie je je gidslijn niet, is echt je passé te dik. Vingers blijven mooi in de hoek van 45 graden, zodat ik mooi die gelaagdheid erin krijg. En het mooie van deze kniptechniek is dat je dan ook wat volume op de kruin krijgt. Want ook dat vinden de klanten altijd weer fijn. Oké, ik ben aangekomen bij mijn laatste passé. Dus ik zal hem weer even draaien, dat jullie goed de stand ook van mijn vingers kunnen zien. Dit haar projecteer ik naar beneden, dat heb ik allemaal al gedaan. Ik moet een klein stukje van mijn vorige passé meenemen. En ik projecteer het omhoog. Daar is mijn gids. Daar sluit ik hem mooi op aan. Dus dan heb ik de hele achterzijde heb ik nu geknipt. Ik heb de onderkant in één keer erin gedaan, dus het blijft mooi vol aan de achterkant. De gelaagdheid zit er nu mooi in. En ik vind sowieso, wanneer je met een balayage werkt, is het gewoon mooier dat het haar in gelaagdheid is. Dan komt het haar ook, of dan komt de kleur ook veel beter tot z'n recht. Oké, achterkant is nu gedaan. Gaan we door naar de voorkant. Dit kan je ook altijd natuurlijk in overleg met je klant doen. Dus je kan ervoor kiezen dat de ene keer de ponypartij wat korter is, de andere keer wat langer. Je moet echt naar de gezichtsvorm kijken wat het beste bij die klant past en dan ook het advies geven. Nou, ik heb nu te maken met een dollhead. Die heeft gewoon een mooie vorm hoofd waar alles bij kan.
Dus ik projecteer het middelste, projecteer ik omhoog. Dan pak ik een plukje van de kruinpartij, pak ik erbij, want dat is namelijk mijn gids. Wanneer ik hem dan omhoog projecteer, zie je hier het puntje. Nou, wat kan ik nu doen? Ik kan ervoor kiezen om hem naar voren te projecteren. Dat de voorkant net iets korter is, dat je iets meer die curtainmengte in krijgt. Maar wil de klant hem echt dan wel wat langer hebben? Nou, dan kan ik er ook voor kiezen om hem op deze manier rechtstandig te knippen. En wil je de voorkant echt lang laten, kan ik er ook nog voor kiezen om deze hoek met mijn vingers te maken, dat ik nog meer lengte aan de voorkant creëer. Dus het modelletje wat ik jullie nu laat zien van knippen, kan je echt helemaal persoonlijk maken voor de klant die bij je in de stoel zit. Nou, ik kies er nu voor om hem naar voren te projecteren, dat ik aan de voorzijde iets kortere lengtes heb, waardoor ik mooi die curtainbeen erin kan maken. Nou, ik gaf net al aan, van hoog naar laag knippen zou het kunnen, is niet fijn voor je houding. Dus wat doe ik? Ik draai mijn dolhead op deze manier, hup. Want dan is het heel makkelijk om van laag naar hoog te knippen. Ik zoek mijn gidsje op, daar is mijn gidsje, kam het haar van me af en op deze manier knip ik hem weer mooi in. Nou, ik wil aan de voorpartij wil ik wel wat vollere lagen houden. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga werken met een vaste gidslijn. Dus elke passé, ik zal hem even draaien, elke passé die ik er nu bij neem, dus een klein passeetje, daar, hup, projecteer ik naar mijn vaste gidslijn. Dus dat projecteer ik naar het midden. Daardoor legt het haar een langere afstand, legt het af. Dus je kan begrijpen, het haar bij het oor legt een langere afstand, legt het af. En dan op die manier krijg ik wat vollere lagen aan de zijkant. Dat die ook weer niet te dun worden. Nou, zo ga ik helemaal door. Dus mijn volgende passé projecteer ik weer naar dat middelpunt. Kijk, ik heb nu geen spiegel voor mijn neus, maar normaal gesproken bij je klant kan je exact kijken in de spiegel of je goed zit met je lijn, dat je er niet overheen gaat. Projecteer het naar het midden. Mijn vingers zijn in een hoek van 45 graden voorwaarts. Dus dat wil zeggen dat ik dan bovenop het hoofd een iets langere lengte aanhoud, die mooi aansluit op de achterkant. En aan de voorkant haal ik ook net even wat extra lengte weg. En zo blijf ik doorgaan. Wanneer je werkt met een vaste gidslijn, en dat zien jullie nu ook, dan neem ik de gehele passé neem ik tussen mijn vingers. Want daardoor kan ik het mooi allemaal aansluiten. Ik zal hem even draaien, dat jullie de hoek van mijn vingers goed kunnen zien tijdens het knippen. Dus kijk, daar is mijn gidsje. Wanneer je je gids niet ziet, is je passé te dik, dan moet je wat smaller werken. En dan sluit je hem ook weer heel mooi aan. En zo ga ik door tot de onderkant. Nog twee passeetjes. Kam hem naar het midden. En zo kan je zien, wanneer ik deze kniplijn bij een klant ga toepassen, wat ik op het moment echt heel veel doe, want op dit moment is dit echt wel mijn favoriet voor het lange haar, dan heb ik mijn kniplijn er in een kwartier in zitten. Zolang ik maar mijn afdeling er even snel in maak, is het voor mij een heel duidelijk verhaal hoe dat ik hem moet knippen. En dat ik mijn eigen niet kwijtraak in het knipmodel. Dit is mijn laatste passé. En aan de andere kant kopieer ik gewoon exact dezelfde techniek. Wat ik wel doe nu, want ik wil van laag naar hoog blijven knippen, is ik ga naar deze kant. Ik pak mijn passé. Dan pak ik mijn eerste gidslijn erbij waarmee ik begonnen ben. Zo. En dan ga ik aan deze kant staan. Waarom? Omdat ik laag naar hoog wil knippen. Dat is het beste voor mijn lichaam. Daar is mijn gidsje. Heb je je spiegel voor je neus, kan je precies zien dat je in het midden zit. Dus dan kan je ook heel makkelijk aan één kant blijven staan. Neem ik een passeetje op, dan kijk ik wel even. Ik stap weer terug. En ik kam hem naar het midden. Nou ja, zo kan je dus heel mooi met deze lijn als basis kan je heel mooi model knippen bij je klant. Je kan natuurlijk ook deze coupe in veel langere lengtes kan je die knippen.
Dus stel je voor dat iemand zegt van ja, maar ik wil hem echt wel heel ruim over mijn schouders houden. Dan zijn je lagen allemaal wat langer. Maar stel je voor dat je dit wil knippen met iemand net haar op de schouders, is deze lijn ook prima toe te passen. Nou, en dan ook kijken van, is de gelaagdheid in de gezicht, is die goed? Is die juist wat korter, wat mooier of juist wat langer? Nou, dit is mijn laatste passé. Sluit hem weer mooi aan. Nou, en dan het laatste wat mij rest is natuurlijk de onderkant nu mooi op elkaar aanpassen. Dus ik kan alles naar achteren. Vanuit daar zoek ik een beetje de natuurlijke valling. Zoek ik op. Kan wel mooi naar beneden. Zo. Nou, dan gaat mijn dolhead weer hoger. Want ik ben weer met de buitenste lijn bezig. Dus ik wil dat weer op ooghoogte. Wil ik dat mooi aansluiten. Ook nu weer. Mijn lichaam staat ervoor. Kijk, je kan al mooi zien dat hij van korter naar langer toe loopt. Met dezelfde kamcontrole techniek sluit ik hem mooi aan. Maar stel je voor, nu met je klant, dat de schouder in de weg zit. Ik heb natuurlijk nu een dolhead, dus er zit de schouder niet in de weg. Wat je kan doen, is licht met je vingers een beetje naar buiten projecteren en dan afknippen. Of dat je hem in tweeën splits, dat je hem eerst achter de schouder knipt. Je neemt een stukje mee naar voren en je knipt hem voor de schouder. Het zijn twee manieren die mogelijk zijn. Oké, dan heb ik deze erin zitten. Deze sluit ik voor de rest niet aan, want ik wil hier wel een mooie volle lok wil ik overhouden. En zou ik hem aansluiten, ben ik net weer die punt, ben ik kwijt. Doen we het ook nog aan de andere kant. Zo. Op dezelfde manier. Even kijken of ik goed in beeld kan brengen. Even zo gaan staan. Projecteert hem naar beneden. Zo. Dan sluiten we mooi aan. Hier blijven we weer vanaf. Nou, dan zijn er nog twee dingen die we moeten doen. Want ik wil wel dat de zijlaag wat aansluit op de achterste laag. Dus wat ga ik doen? Ik ga dit naar achteren projecteren. En dan maak ik net de aansluiting met de voorkant en de achterkant. Het zijn een paar piekjes die je er dan af moet halen. In zijn geheel kan ik makkelijk in één keer kan ik dat doen. Kijk, zie je dat? Dan zie je net hier zo'n puntje zie je uitsteken. Dat haal ik eraf. Want dan weet ik dat de achterkant mooi doorloopt in de zijkant. Dat doen we ook aan deze kant. Dus als ik een tip mag geven voor jullie in de salon, was het haar van je klant. Zorg dat het goed geconditioneerd is. Nou, ik heb het nu met de Kiss Green heb ik het gewassen. Hebben jullie er al iets van gehoord van de Kiss Green, onze lijn? Hele mooie lijn zonder parabenen, zonder siliconen. Ik zal een kleine teaser laten zien nu. Supermooi shampoo. Echt heel fijn om in je salon erbij te hebben. Een mooie groene lijn van Kiss. Nou, ondertussen als ik dan zo dadelijk die teaser laat zien. Het enige wat ik dan nog doe, is met mijn koepschaar. Ik zoek de laag aan de achterzijde op. En dan ga ik schuin met mijn koepschaar, ga ik erdoor om die lijn wat te breken. Dat de laag heel mooi doorvloeit in de onderzijde. Nou, dit doe ik alleen aan de achterzijde. Aan de voorkant is het niet nodig. Maar de laag aan de achterkant wil ik net even wat meer zachtheid wil ik meegeven. Maar terwijl dat ik dit doe, kunnen jullie kijken naar de teaser van Kiss Green. They say beauty is in the eyes of the beholder. So you get to decide. There is no need for excess. Just look at what's inside. Be open. True. When you shine your light, the sunflowers will grow to you. Love and beauty go hand in hand. Let their structure allow you to be grounded and reaching ever greater heights. Keep your roots firmly grounded. Fix your eyes onto the sky. There is no limit to what you can achieve.
and ignore anyone who says otherwise. De kniptechniek hebben we erin zitten. We gaan nu door met de kleurtechniek. Hetzelfde als bij het knippen. Wanneer je een afdeling maakt voor het kleuren, heb je je kleurtechniek er veel sneller in zitten. Want heel eerlijk, als bij mij een klant in de salon komt en die zegt ik wil 150 folies, dan denk ik poepoe, daar ben ik een hele tijd mee bezig. Ik wil altijd een kleurtechniek creëren die zo mooi mogelijk, maar ook zeer zeker zo snel mogelijk erin zit. Nou, als we dan kritisch gaan kijken naar de kleur, ik pak nog even het voorbeeld erbij, dan zien we dus heel veel fijne highlightjes aan de bovenkant. Dat zien we dus op dit moment ook heel sterk in de trend die komen gaat. Geen grove highlights, gewoon heel fijn die doorloopt in die balayage. Nou, als we dan gaan kijken naar mijn afdeling, wat ik gedaan heb, is ik heb een hoefijzer heb ik afgedeeld. Ik ben begonnen daar in de tempel, daar in het inhammetje van de klant. En heb ik een hoefijzer heb ik afgedeeld. Die heb ik weer verdeeld in twee afdelingen. Dan heb ik een ruime centimeter aan de contourrand heb ik afgedeeld. En daaromheen heb ik staarten gemaakt of staartjes. Ik laat het even zo zien. Die heb ik gezet tegen de afdeling van mijn hoefijzer. Dus die heb ik helemaal naar boven geprojecteerd. Dus het zijn er nu 5 in totaal. Wat ga ik dan namelijk creëren? Kijk, ik ga zo dadelijk highlights zetten aan de contourrand, highlights op de bovenkant, een balayage in de staarten die ik gecreëerd heb. Wat ik dan krijg, is dat ik wel wat diepte qua kleur in de nek creëer. Want de afstand tot mijn elastiek is verder dan bovenop. Het mooie is dan dat die highlights heel mooi doorlopen in die balayage en dat je wat diepte in de nek overhoudt. Stel je voor dat je klant nu zegt van ja, maar als ik een staart maak wil ik ook wat highlights zien. Geen probleem, dan deel je gewoon heel de contourrand met een centimeter deel je dan af, zodat je daar ook highlights in kan zetten. Maar voor de rest hou je de afdeling, hou je hetzelfde. Nou, wat ga ik doen? Ik ga dus die balayage in de staarten zetten, maar dit ga ik doen op licht vochtig haar. Dat vind ik de allermooiste manier om te werken, want dan krijg ik geen strepen en ik krijg geen spots. En dan misschien van jullie denken wel van, ja, even goed vastzetten hoor, klap. Bij een klant kan dat niet, maar bij een dolhead wel. Dan denk je misschien van, ja, maar dan is misschien de werking van je blondeer minder. Nou, dat is dus helemaal niet zo. Kijk, het is lichtvochtig, het drupt niet, het zit niet vol met water. Maar water is ook alkalisch en je product zal er zelfs nog sneller in gaan. Dus echt een tip van mij. Doe een balayage op licht vochtig haar. Het heeft alleen maar voordelen. Dan werk ik met de Snow White van Kiss. Ik kan hier namelijk 9 tinten kan ik daarmee oplichten. Als ik hem goed gebruik. De normale mengverhouding is 1:2. En zo heb ik hem ook klaargemaakt met 12%. Niet schrikken, ik gebruik geen 12% bij klanten. Want ik kijk altijd, wat is de kwaliteit van het haar? Wat is de historie in het haar? En waar wil ik heen? En daar pas ik mijn waterstof op aan. Ik zal nooit met 12% werken, want op natuur haar gaat het voor een balayage. Te hard, te snel, je blaast het haar op. Dan kies ik liever voor een lage percentage. Dat hij langzamer zijn werk doet, maar dat hij er uiteindelijk wel komt. Een dolhead ligt nou eenmaal moeilijk op, dus dan heb ik echt mijn 12% heb ik nodig. Nou, ik heb hem dus 1:2 heb ik hem klaargemaakt. Maak hem ook altijd op je weegschaaltje. Maak hem dan klaar. En als ik het bij een klant doe, dan voer ik er altijd keralbond aan toe. Dan is de mengverhouding 1:1. Maar die beschermt echt het haar tijdens het kleurproces. Dus dan komt het ook nog sterker eruit. En daardoor is je toner ook mooier die er daarna overheen gaat. Maar oké, hoe ga ik nu te werk? Ik begin met mijn staarten in te zetten. Het makkelijkste is van onder naar boven te werken, want anders zit al het haarje in de weg. Nou, ik ga niet heel de kop voor jullie kleuren. Als ik een klein gedeelte voor jullie zo doe, dus ik doe een zijkantje, ik doe een staartje en ik doe een paar folies aan de voorkant, dan zien jullie precies hoe dat de techniek is om dit eindresultaat te krijgen. En de rest is gewoon een kopie. Dus ik begin met het staartje. Nou, ik heb hem dus al licht vochtig gemaakt en ik ga deze in tweeën splitsen. Ik zou er ook voor kunnen kiezen om heel de buitenkant alleen van het staartje te kleuren, zodat ik meer natuurraad inhoud. Maar ik wil echt wel, dat kunnen jullie ook bij het eindresultaat zien, ik wil echt een licht eindresultaat overhouden. Nou, ik gebruik dan een colorboard. Ik leg het haar daarop
En dan vervolgens, even kijken of ik het allemaal goed in beeld kan brengen. Leg ik heel veel blondeer vanaf de helft van het haar, hup, leg ik op het haar. Dan stans ik hem erin. Daar is je colorboard ook prima voor. Dan kan ik wat meer druk geven, want ik wil dat heel die punt compleet verhelderd wordt. Als ik naar boven ga, dan ga ik wat voorzichtiger werken. Kijk, ik kantel mijn kwastje. Daar voorzichtig leg ik mijn blondeerde op, zodat ik weet dat er natuurhaar in blijft zitten. Nou heb ik één kant van het staartje gedaan. Dan leg ik het op mijn kwastje. Ik draai hem om en dan kan ik heel makkelijk de onderkant van mijn staartje kan ik ook inkleuren. Zachtjes naar het elastiekje toe, harder in de punt. Terugdraaien. En zo kan ik heel makkelijk mijn balayage erin zetten, zonder dat mijn handen vuil worden. Dus ook niet dat ik constant mijn handen hoef af te poetsen. Nou, dan doe ik er nog eentje voor jullie. Kijk die hier bovenop. Zorg dat je een beetje in gelijke plukken werkt. Nog een keer mijn colorboard. Veel product vanaf de helft van de staart. Goed erin drukken in je lengtepunt. Dat je zeker weet dat alle haren lekker in de blondeer zitten. En dan naar boven toe uitwazen. En dan, dat zie je ook, mijn kwastje dat draai ik. En ik leg zomaar de kleur, leg ik er los op. Want ik weet namelijk, als ik dat ook aan deze kant doe, dat er natuurhaar middenin blijft zitten. En dat geeft een hele mooie, vloeiende beweging. Dus dan zie ik geen spots, ik zie geen strepen. Daar, punt zet ik lekker dik in. Naar boven toe, voorzichtig werken. Kijk, en als je dan nog een spotje hebt, kan je die misschien ook even met je vinger even weghalen. Want daar waar je echt een dot met blondeer ziet zitten, daar wordt die ook lichter. Nou, ik kies er nou voor om het in een zilverfolie te leggen. Ik klap hem dicht. Kijk, dit kan je ook met transparante folie doen. Niet te hard dichtklappen. Voorzichtig. Zo. Kijk, dan klap ik hem op deze manier. Klap ik hem dicht. Klap hem nog een keertje terug. Waarom kies ik nou voor een folie en niet voor een transparante folie? Wanneer ik kies voor een zilverfolie, wordt die wat warmer in die folie en dan kom ik nog wat lichter uit. Wanneer ik in de kapsalon werk met heel fijn haar en het haar hoeft zomaar 3-4 tinten op te lichten, dan kan ik dat prima met een transparante folie. Maar ja, op een dolhead heb ik gewoon net even iets sterkers nodig. En soms bij een klant ook. Oké, zo ga je alle staarten ga je helemaal rondom. Let erop, als je staartje wat dikker wordt, altijd in gelijke delen blijven afdelen. Dus misschien moet ik hier wel 3 passés uithalen om te kleuren. Oké, nou als die er dan in zit, ik clip deze even voorzichtig een klein beetje uit mijn werkveld. Want dan ga ik naar de contourlijn. Nou, ik gaf al aan, de trend die we zien zijn hele fijne maasjes. En dat hele fijne mazen, dat kost gewoon veel tijd. En ik gaf al aan, ik wil zo snel mogelijk mijn techniek erin hebben. Dus, misschien kennen jullie hem al wel, dit kammetje. Die is ook verkrijgbaar bij jullie groothandel volgens mij. Vraag het eventjes na. Maar dan kan ik heel snel fijne maasjes eruit halen. Dat scheelt gewoon weer tijd voor me. Want tijd is geld. Ik moet door. Dus ik laat jullie zien hoe dat het werkt. Want het is even een klein handigheidje die je moet hebben om te beseffen hoe dat dit kammetje zo snel mogelijk werkt. Nou, ik heb hier mijn passé. Ik hoop dat ik het allemaal goed in beeld kan brengen, dat ik er niet te veel voor sta. Eens even kijken hoor. Ja, want dan pak ik die camera. Kijk, dus dan maak ik eerst op deze manier. Ik werk diagonaal met mijn scheidingen. Ik splits hem in tweeën. Ik clip dit gedeelte clip ik weg. En nou komt hij. De clue is, of het kunstje is, ik hou hem zo tussen mijn vingers. Ik vraag het even aan de cameraman. Cameraman, heb ik het goed in beeld? Ja, hij schudt ja, dus het zal goed zijn. Ik hou hem op deze manier stevig tussen mijn vingers. Tussen deze twee vingers. Ik plaats mijn kammetje eronder. Ik duw hem een keer terug. Wacht even, ik sta er niet goed voor, jongens. Ik moet zo gaan staan. Ik draai eventjes ervoor langs. Zo. Op deze, ja, nou sta ik beter. Dus,
Je pakt met twee vingers pak je hem vast. Het kammetje, je duwt hem naar beneden. Op deze manier. Ik douw hem nog een keer terug. En dan splits ik met mijn vinger in één keer alle maasjes eruit. Oké, dus ik heb hier mijn maasjes. Dichte folie er tegenaan. En dan kan je dus zien dat ik een hele fijne maas heb. En door het kammetje krijg ik dat hele zachte eindresultaat. En heb ik hem er snel in zitten. Werk hem er tegenaan. Hand eronder. Daar. Als je nu denkt, oh, mijn folie gaat een beetje glijden. Tilt hem op. Duw het haar naar beneden. En zorg dat het haar er goed stevig in zit. Nou, dit zijn altijd de moeilijkste folies. Zo dadelijk bovenop wordt het makkelijker. Oké. Dus ik klap hem dicht. Ik zorg ervoor dat deze kant schoon is, dat die bij de aanzet komt. En dan vouw ik er een mooie folie van. Op deze manier. Zo. Dan vervolgens plaats je er nog één achter. Maar ik wil wel een klein beetje natuurhaar ertussen hebben zitten. Kijk. Dus ik pak mijn volgende passé, ook diagonaal. Ik leg zo dadelijk uit waarom ik diagonaal pak, maar deze passé die blijft er tussen zitten. Nou is deze doll head, die is heel dik ingezet aan de contourrand. Je zal merken, wanneer je dit bij een klant doet, dat het veel makkelijker is als op zo'n doll head, want dit is een beetje onnatuurlijk. Maar ik hou hem strak tussen mijn vingers. Mijn kammetje gaat erin. Ik duw hem naar beneden. Ik haal mijn kammetje nog een keer zo er doorheen. En dan heb ik in één keer heb ik mijn splitsing heb ik te pakken. En voor mij persoonlijk scheelt dat heel veel tijd. Oké, gaan we deze inzetten. En vanuit daar ga ik naar de bovenkant. Dicht er tegenaan. Wat ik al aangaf, deze folies in het gezicht die zijn altijd een beetje het moeilijkst. Ik klap ze wel naar voren, dan zeg ik tegen die klant even vervelend. Ik hou mijn hand eronder. Ik zet de punt helemaal in. Daar. Ik klap hem een keer dubbel. Zodat ik zeker weet dat de schone rand naar de aanzet komt. En dan heb je geen vlekken of spots die je wel eens met je folietjes tegenkomt. Oké, dus deze zitten erin. Dus je hebt eerst je staart heb je ingezet. En dan vervolgens ga je naar de contourrand om die in te zetten. Dan vervolgens gaan we naar de bovenkant. En hier doe ik er ook een paar van voor. Want het snelste voor mij is dat ik voor mijn klant sta. Ik draai de stoel van mijn klant in de salon. En dan op deze manier zet ik ze ook naar voren in. Ook dat is weer veel makkelijker en sneller dan wanneer ik al het haar naar achteren wil klappen. Want van nature valt het ook naar voren. Is heel even vervelend voor die klant, maar op als ik die voorste erin heb zitten, klap ik ze gewoon opzij. Ik pak een diagonale scheiding en dat doe ik heel bewust. Waarom? Als ik werk met horizontale scheidingen, dan kan ik wel eens hele rechte vlakken hebben. Ik wil juist die zachtheid met die fijne folietjes, met die fijne maasjes, wil ik die zachtheid in het haar creëren. En dat is het allermooiste met diagonale passés. Dus daar ga ik mee door. Ik hoop dat het allemaal goed in beeld is. Maar weer hetzelfde. Je pakt je passé stevig tussen twee vingers. Je zet je kammetje zet je eronder. Dan doe ik een keer heen en weer, want dan weet ik zeker dat hij goed gesplitst is. Gesplitst is. Kom maar niet meer uit mijn woorden. En dan met mijn... Kijk, ik hou de spanning erop en met mijn wijsvinger ga ik er tussendoor. En dan heb ik dus mijn weave te pakken. Hier klein smokkeltje. Maar je zal merken, bij een klant gaat dit heel snel. Die contourlijn bij een dolheid is altijd heel gek dik ingezet. Dus dat is altijd net even wat anders. Maar we gaan weer door. Ik wil de folie zo dicht mogelijk tegen de aanzetten. Ik klap het haar helemaal, het haar naar achteren. Ik zet mijn folie er tegenaan. En op deze manier... Oh, werk even met me mee. Zo. Ik zet hem naar voren in
Als je bang bent dat je folie gaat glijden, pak je hem vast. En dan kan je met het haar naar beneden drukken, dat de folie zo dicht mogelijk aan de aanzet erin zit. Daar. Ik leg mijn hand eronder, dat ik wat tegendruk kan geven. Hup. Zo. Goed in de blondeer zetten. En dan komt hij weer dichtklappen. Niet helemaal tot daar, want ik wil deze schone rand wil ik tegen mijn aanzet aan hebben. Vanuit daar kan ik er een mooi envelopje van maken. Op die manier. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Je blijft diagonaal blijf je werken. Dus ik neem een halve centimeter neem ik op qua passé. Klip dit weer weg. Ik splits hem in tweeën, dat er een strookje natuurhaar tussen blijft zitten. En dan gaan we weer. We duwen hem erin. Trek hem naar beneden. Met mijn vinger splits ik hem. En ik heb hem te pakken. Daar. Op deze manier kan ik heel snel, heel fijn uitmazen. Sneller dan dat ik het los met mijn puntkammetje doe. Zet de kleur er weer tegenaan. Dit is de laatste folie die ik in ga zetten, want ik ga helemaal door tot achter. Je zal merken wanneer je op het kruingedeelte aan bent gekomen, dan hou je net een klein stukje hou je over van haar. Nou, wat ik dan doe is dat kleine hoekje wat ik hier overhoud, zet ik hem gewoon, ja, net een paar, zet ik er horizontaal op het kruingedeelte, zet ik in. Oké. Okay. Daar. Hup. Zo. Maar nu zien jullie hier, zien jullie natuurhaar, zien jullie ertussen hangen. Daarom zei ik ook, het is het makkelijkste van onder naar boven werken. Maar uiteindelijk, soms zien jullie mij stoppen met praten. Hè. Ik zal even gewoon uitleggen waarom. Want de ene keer hoor ik die camera piepen en dan die camera. Dan loopt hier ook nog een cameraman, loopt er omheen. Dus soms denk ik, kan ik nou doorgaan of kan ik niet doorgaan? Maar dan zie ik een knik en dan denk ik, oké, ik kan doorgaan. Maar zou ik dit zo laten, dan heb ik bruine plukken er tussendoor en dat wil ik niet. Nou, dit is dus het gedeelte wat ik in ga zetten met een freehand balayage. Nou, wat ik dan doe, ik zorg er sowieso voor dat het haar vochtig is. Zo. En dan ga ik die balayage ga ik er tegenaan werken. Zo. Dit doe ik wel met mijn handschoentjes. Dus dan heb ik er wel een handdoekje bij. Om mijn handen af en toe schoon te maken. Ook weer in de punt doordrukken, daarboven niet. Maar dan kan ik heel makkelijk met mijn vingers een hele mooie zachte overloop maken. Ga niet helemaal tot het einde van tot de aanzet. Maar zet 2/3 in de blondeer. En 1/3 laat je eruit. Dus ook hier, nou, hij is nog wel een klein beetje lichtvochtig. Veel blondering in de lengtepunt. En vanuit daar baas je hem door naar 1/3 op het haar. Dus dan heb ik 1/3 natuur en de punt zit volledig in de blondeer. Nou, dan kan je ervoor kiezen om het zo te laten hangen. Want ik vind het op zich best wel heel erg mooi dat dit wat lichter is en dat dit net een tintje wat meer goudblond blijft. Maar wil je hem graag zo licht mogelijk, kan je hem ook in de folie zetten of in je transparante folie. Op die manier ga je heel het hoofd ga je inzetten. En dan moet je toch nog even geduld hebben om de kleur in te laten werken. Wat jullie niet gezien hebben op camera is dat ik de kleur heb in laten werken. Ik heb hem uitgespoeld en daarna heb ik de soft shades eroverheen gehaald. Nou, de soft shades, misschien hebben jullie er wel eens van gehoord, is onze ammoniavrije kleuring. Het voordeel is dan dat ik het over het haar kan halen en dat het natuurhaar niet oplicht. Nou, toen ik hem uitspoelde zat hij echt op een kleurhoogte 9 en echt wel geel. Nou, ik wilde er een mooie zachte goudtint van maken. Dus als we dan gaan kijken, dan hebben we een 09G.
En sommige kappers zijn bang voor een goudtint, want die denken vaak, dan krijg je een beetje zo'n OU-kleur. Weet jullie wat dat is, een OU-kleur? Zo'n ochtendurinekleur. Nou, dat is het beslist niet. Toen ik hem uitgespoeld had, was die echt geel. Ik heb de 09G, dus van de soft shades, heb ik er overheen gehaald. En jullie zien gewoon een heel mooi zacht goud eindresultaat. Nou, je kan hem dus klaarmaken in je flacon. Het is heel snel op te brengen met de activator. 1 op 1 in je flaconnetje. Je haalt het eroverheen aan de wasbak. En je hebt gewoon een hele mooie kleur zonder dat het natuurhaar oplicht. Nu gaf ik al aan dat de goudtinten echt de komende trend worden. We zijn er al even mee in gang, maar komende seizoen, halleluja, mogen de goudtinten weer. Verdwijnen dan de koele tinten? Nee, dat niet. Want ten alle tijde moet je kijken wat er bij je huidskleur past. Nou, dan heb ik voor jullie nog een nieuwtje om te brengen. Want we hebben namelijk onze Noyello shampoo. Ik denk dat iedereen die wel kent. Maar we hebben nu ook de Noyello conditioner. En die is dus in een duo set verkrijgbaar. Nou, dan zal je denken, waarom nu een shampoo en een conditioner? Nou, om de volgende reden. We weten allemaal dat de Noyello shampoo, dat die wat schraler is voor het haar. De ene klant vindt dat fantastisch. Fantastisch. He, dat het haar net eventjes wat stugger wordt, dat ze wat meer volume kan feunen. Sommige klanten die zeggen, ja, ik vind hem toch te schraal voor mijn haar. Nou, die kunnen dan kiezen voor bijvoorbeeld een verzorgende shampoo en dan een Noyello conditioner. Zodat het toch wat kambaarder is, dat het wat gladder is. En nou ja, dan hebben ze toch de pigmenten van die Noyello om het geelpigment te onderdrukken. Sommige klanten vinden de Noyello shampoo nog net te weinig. Dan kan je hem in duo gebruiken. Dan pak je de shampoo en de conditioner. Dus de Noyello conditioner is echt een toegevoegde waarde. En ik wil jullie nog eventjes snel dit laten zien. Want de Noyello shampoo en conditioner heb ik echt serieus allebei maar 30 seconden in laten werken. Dus ik heb het eerst met de shampoo gedaan, daarna met de conditioner. Dit was het beginplukje. Dan kan je zien hoe snel dat het product zijn werk doet. En vooral in combinatie met beide. Oké, dus we hebben de goudtint hebben we behandeld. We hebben de koele tinten, die ook niet helemaal verdwijnen, hebben we ook behandeld. En dan is er natuurlijk nog één ding, het in model brengen. Nou, ik vind het zelf altijd om hier voor jullie te gaan feunen. Dat is niet leuk om naar te kijken. Dus ik ga het aan jullie uitleggen hoe dat ik het gefeund heb. Ik heb allereerst de Ocean 5 spray erop gedaan. Want ik wilde namelijk dat het haar eventjes wat stugger werd. Dat ik wat meer volume kan feunen. Maar wanneer ik heel het haar met de Ocean 5 spray zou doen, ook in de lengtepunten, dan is het misschien net te schraal om te feunen, omdat hier een volledige blondering in zit. Dus wat heb ik gedaan? Vooral aan de aanzet en in het midden van het haar de Ocean 5 spray. Maar de lengtepunten heb ik net een klein beetje glam shine in gedaan. Om toch die punten wat te sealen en wat glans mee te geven, heb ik toch de stevigheid aan de aanzet om dat volume te creëren en de zachtheid in de punten. Vervolgens heb ik het met hele grove borstels, ik zal hier even het tasje laten zien. Met hele grove borstels ben ik het gaan feunen. Wat heb ik gedaan? Jullie zien hier, dit is ook van Kiss, dat zijn de Eco Tools. Het is een diabolische borstel. Dan heb je net even wat meer grip om dat haar te polijsten. Ik heb met deze twee formaten heb ik het haar gefeund. En ik heb bovenop een afdeling gemaakt. Een smal hoefijzer. Dan heb ik vervolgens de rest allemaal gewoon in horizontale passées naar beneden gefeund. En de bovenste drie heb ik dus naar me toe gefeund. Het voordeel is van terug naar je toe feunen en het valt naar beneden, dat je echt dat gordijnengevoel erin krijgt, wat ik ook wilde creëren. Dus dit was dan het geheel wat ik jullie mee wil geven. En dit was natuurlijk in een notendop. Als jullie nog meer willen zien, want we hebben natuurlijk ook in onze collectie nog een middellang en een korte, dan kunnen jullie die volgen op mijn YouTube-kanaal Natasja Keizer. Ik ga daar weer een nieuw e-learning traject op zetten. Dat zal half juli zal dat opkomen. En dan alle technieken komen dan ook voorbij. En die kan je lekker thuis meetrainen. Voor de rest staan er nog heel veel knip- en kleurtechnieken op mijn kanaal. Dus hou vooral mijn kanaal in de gaten. Voor de rest zou ik zeggen, ontzettend bedankt voor het kijken. En heel veel succes wanneer je deze technieken gaat toepassen
in je salon. Mwah. Dikke kiss!